Hey Tom, welkom bij de tweede take van deze podcast. Ja, dankjewel. We hebben natuurlijk een tijd geleden podcast over dit onderwerp opgenomen, maar daar is de audio niet helemaal goed gegaan, dus we doen het gewoon nog een keer. En gelukkig heb jij wel wat nieuwe inzichten gedaan in die tussentijd, dus we hoeven niet alleen maar te herkauwen. Maar vertel even kort wie jij bent en wat je doet. Oké, ik ben Tom de Veer. Van oorsprong heb ik landbouw gestudeerd, tropische landbouw in Wageningen op de universiteit. Ik heb daarna wat jaren in ontwikkelingshulp gezeten, met name in noodhulp, in vluchtelingenkampen veel gewerkt, in Afrika, maar ook op andere continenten. En ben daarna mijn organisatie begonnen, Stichting Connect International. En eerst hebben we allemaal hulpprojecten gedaan, vooral in Afrika en een aantal landen. En later werd het steeds moeilijker om financiering te krijgen. En toen hebben we ons stichting omgebouwd tot een consultancybureau. Wat op non-profit basis en met een ideële visie en missie probeert andere organisaties te ondersteunen en adviseren. En wat is die visie en missie? De visie en missie is eigenlijk gewoon armoede de wereld uit. Met name dan in ontwikkelingslanden, dat is onze focus. Maar je moet daarbij natuurlijk niet vergeten dat ook in de rijkere landen ook nog veel armoede is. Maar wij richten ons met name op ontwikkelingslanden. En in die zin zijn we ons ook vanaf 2008 gaan oriënteren op meer efficiënte vormen van ontwikkelingshulp. En zijn daarbij eigenlijk steeds meer op het pad gekomen van cash transfers. En cash transfers is eigenlijk niks anders dan geld geven aan mensen. Dus in plaats van dat je projecten financiert die als het ware van bovenuit op de mensen gepusht worden, kan je mensen ook gewoon geld geven. En dan creëer je daarmee of stimuleer je de lokale markt. Mensen die gaan dingen kopen die ze nodig hebben, waardoor er bedrijvigheid op gang komt en de lokale economie aangezengeld wordt. En daarvan is bewezen dat dat veel effectiever is. Ja. Daar zijn wij dan ook heel enthousiast over. Voordat we daarop ingaan, over die cash transfer zelf. Waarom werken dan projecten niet op een projectmatige basis van ontwikkelingshulp? Want het lijkt me denk ik wel te overzien dat als iemand een waterput nodig heeft, of een school nodig heeft, of irrigatie nodig heeft, dat het goed is om die persoon dat te gaan geven, in plaats van ze geld te geven waarvan je niet weet wat ermee gaat gebeuren. Nou, ik wil niet zeggen dat projecten slecht zijn. En je zal altijd ook instanties hebben, ook overheidsinstanties, die bijvoorbeeld watervoorzieningen aanleggen of waterbedrijven bijvoorbeeld. En andere die gezondheidsposten opzetten. Maar wat er bij projecten vaak gebeurt, projecten die vanuit hulporganisaties en best als de overheden gefinancierd worden, is vaak dat ze erg duur zijn, omdat er veel dure mensen, zoals ik zelf, bijvoorbeeld ingehuurd worden. Met dure auto's naar die projecten rijden enzovoort. Maar wat er met name ook aan de hand is, is dat veel projecten uiteindelijk toch niet duurzaam blijken te zijn. En dan moet je, mijn vakgebied is water en sanitatie. Dus je moet voorstellen, er wordt ergens een handpomp neergezet. Mensen hebben uiteindelijk niet het geld of niet de mogelijkheden om die goed te onderhouden. En na een paar jaar staat die weer stil te wezen. Mm-hmm. Als mensen zelf geld hebben en zelf gaan investeren, dan is de kans groter dat ze het ook goed onderhouden en dat ze ook zullen investeren in dingen die ze kunnen onderhouden. En dus je hebt dan veel meer een zelfregulerend vermogen. En bovendien gaan mensen investeren in de dingen die zij belangrijk vinden. Kijk, als wij met een project aankomen die aanbiedt om waterpunten te realiseren, zal iedereen daar blij ja op zeggen, want iedereen heeft water nodig. Maar is het hetgene wat zij vinden dat ze het hardst nodig hebben? Als mensen zelf geld hebben en dat zelf uitgeven, bepalen ze zelf waaraan ze het uitgeven. En creëren ze daarmee ook de ontwikkeling die ze zelf willen. En dus daar zit een heel aspect achter. Dus projecten is niet per definitie slecht, helemaal niet. Maar ze zijn vaak duur en ook vaak niet duurzaam of niet duurzaam genoeg. Ja, heb jij oogjes bij de hand? Want ik hoor mezelf zo nu dan terugkomen. Terug echoen vanuit jouw microfoon. Of vanuit jouw laptop inderdaad. Nee, ik heb daar geen last van. Oké. Okay. Nee, maar heb jij oortjes? Want ik hoor mezelf. Oh, of ik oortjes heb. Ja, die heb ik wel. Wacht even. Ja. En goeie? Ja, waar wacht even.
Waar we het de vorige keer ook over hadden was waarin je uitlegde hoe het kan dat in veel ontwikkelingslanden die bedrijvigheid mist. Dus waarom mensen veel minder risico zoeken en veel minder ondernemend zijn. En ja. Nou, dat zijn die cash transfers, die hebben een aantal effecten. Een van de problemen is in ontwikkelingslanden is dat mensen, en je noemt het zelf net al, is dat mensen, dat noemen ze de armoedeval, die zitten, ze kunnen niet investeren, want ze durven het risico en kunnen het risico ook niet nemen van investeren, omdat als de investering niet succesvol is, kunnen ze die niet opvangen. En dan is letterlijk de consequentie daarvan dat ze hun kinderen niet meer te eten kunnen geven. Dus wat mensen doen is dat ze terugvallen op systemen die betrouwbaar zijn, maar die eigenlijk niet zoveel opleveren. Je moet je voorstellen bij een boer, die zal liever een lokaal gewas verbouwen waarvan die weet dat als de regens uitblijven dat gewas toch nog iets oplevert. In plaats van zo'n optimaal gewas, hè, wat geplant kan worden, wat een enorme opbrengst kan hebben, maar wat wel kunstmest nodig heeft, voldoende water, voldoende weet ik veel wat. En als er een van die dingen niet in orde is, dan brengt dat gewas ook werkelijk helemaal niks meer op. Dus dan is hij zijn investeringen kwijt voor al die kunstmest en de zaden van dat gewas enzovoort. Mm. En B, heeft hij helemaal niks meer. Ja. En iemand in een ontwikkelingsland zit vaak in een situatie waarbij hij het zich niet kan veroorloven om risico te nemen. Nou, bied je hem nou die cash transfer aan, wat ongeveer 25% is van wat iemand nodig heeft om te kunnen overleven. En dan moet je denken aan ongeveer 12 euro per volwassene per maand in een Afrikaans land bijvoorbeeld. Dan komt hij iets ruimer in zijn jasje te zitten. En wat we daarvan weten, want er zijn namelijk heel veel cash transfer programma's al geweest in Afrika en in andere continenten. Wat we daarvan weten, is dat mensen inderdaad, ze gaan eerst hun basisvoorzieningen beter maken. Dus een dak op je huis, je kinderen ietsje beter naar school kunnen sturen met een kostuumpje aan. Nou ja, je weet hoe dat gaat, hè? In ontwikkelingslanden moeten ze allemaal in zo'n kostuumpje naar school. En als je dat niet kan betalen, ja, dan kan dat dus niet. En schoolgeld betalen, weet ik veel wat allemaal. Dus dat gaan ze eerst doen. En daarna komt er een fase waarbij mensen ook in toenemende mate gaan investeren in de business die ze hebben. En heel vaak bij kleine boeren is dat gewoon hun landbouw. Zie je dat ze op kleine schaal gaan kijken van, goh, wat zou er gebeuren als ik bijvoorbeeld naast mijn mais die ik opeet ook een klein stukje met tomaten verbouw die ik kan verkopen op de markt, ik zeg maar wat. Hè? Dus je krijgt langzaam maar zeker dat mensen iets meer gaan investeren in hun business. En als het misgaat, dan verliezen ze daar ook niet al te veel mee, omdat ze toch die cash transfer hebben die iedere maand terugkomt. Dus ze kunnen zich iets meer risico veroorloven en langzaam maar zeker kunnen mensen zich dus veroorloven om vanuit die oude positie van risicovermijder te gaan groeien naar winst optimaliseren. Zoals we gewend zijn hier in onze land. Dat dus kan dat natuurlijk alleen als daarvoor de voorwaarden ook geschapen worden. En die cash transfer die helpt daarbij. Dus als je mensen de ruimte geeft en vangnetten geeft, kunnen zij zich beter gaan ontwikkelen. Zowel ondernemend, zowel voorzien in hun basisvoorzieningen. Is dat een beetje samenvattend? Ja, ze kunnen voor de markt gaan produceren. En omdat zij zelf meer koopkracht hebben, ook al denk je alleen al aan het betalen van schoolgeld of het kopen van een kostuumpje, al die dingen dragen ertoe bij om die lokale economie aan te zwengelen. Ja, ja. Ja, dus je krijgt twee effecten. Mensen kunnen hun basisvoorzieningen op orde brengen. Maar doordat ze dat doen, zwengelen ze de lokale economie aan. Ja, en je zei dat er ook voorbeelden zijn van cash transfer programma's, of heel veel ervan. Wat zijn de belangrijkste voorbeelden? Nou, je hebt twee soorten. Je hebt de ene heet conditional cash transfers. Dat is geld geven met voorwaarden daaraan verbonden. Bijvoorbeeld, je moet met dat geld je kinderen naar school sturen, of je mag dat geld alleen gebruiken om medische zorg te betalen. En de andere is unconditional cash transfers, dus niet onvoorwaardelijke cash transfers. En die mogen mensen gewoon gebruiken zoals ze het zelf willen. En de kennis is op dit moment zodanig, of inzichten, is dat heel vaak die unconditional cash transfers, die onvoorwaardelijke cash transfers, dat die eigenlijk het beste werken.
Ook omdat dat minder druk legt op de mensen dat ze moeten bewijzen dat ze aan die voorwaarden hebben voldaan en noem maar op. En daarmee gaan mensen dus allerlei dingen doen die goed voor hun zijn. Mm. Wat er veel is gedaan al, er zijn heel veel cash transfer programma's al uitgevoerd en nog in uitvoering. Een voorbeeld daarvan is Bolsa Familia in Brazilië. Wordt gewoon door de Braziliaanse overheid gefinancierd. Omdat zij inzagen dat er een groot deel van de maatschappij niet hun kinderen naar school konden sturen. Dus ze hebben zo'n voorwaardelijke cash transfer geïntroduceerd. Waarbij de armste gezinnen in het land dus gedurende de tijd dat kinderen naar school moeten, kunnen aanspraak kunnen maken op zo'n cash transfer. En dat is zeer succesvol. Dat zijn ongeveer 6 miljoen gezinnen in Brazilië die daar ieder jaar gebruik van maken. En zeer uitvoerig geëvalueerd. Dat programma bestaat al meer dan 20 jaar. Het loopt nog door. Economen in Brazilië die ook zeggen dat in ieder geval destijds de aanzwengeling van de economie in Brazilië daar ook voor een groot deel aan te danken is. Hmm. Ja, dus dat zegt wel wat. Ja, dus dat heeft ook vooral dan te maken doordat mensen zich hebben kunnen investeren in onderwijs of in het onderwijs van hun kinderen. En dat heeft zich natuurlijk uitbetaald in de zin dat die kinderen meer kunnen bereiken en ook ondernemender kunnen worden. Ja, in Brazilië zag je inderdaad dat een veel bredere laag van de bevolking opeens in ieder geval een basisopleiding had. En wat daarbij kwam, wat ze ook zagen, was dat die gezinnen het ook dermate belangrijk vonden dan dat hun kinderen ook door konden gaan naar het middelbare onderwijs. Hoewel ze daar dus voor dat onderdeel geen cash transfers krijgen. Dus je zag opeens een enorme motivatie ontstaan om die kinderen nog verder te laten onderwijzen. Waardoor eigenlijk die sprong nog veel groter is geweest dan ze verwacht hadden. Ja. En dat loopt nog door, die Bolsonaro? Die loopt door. Maar je moet dus voorstellen, mensen krijgen dus alleen die cash transfer zolang die kinderen naar school gaan, naar de lagere school. Dus dat is een jaar of 4, 5, 6, zoiets. En daarna houdt het op. En het verschil met wat wij voorstaan daarin is dat wij zeggen van stel nou eens voor als je mensen zo'n cash transfer voor de rest van hun leven aanbiedt. Ja. We hadden daar zo'n what if questions. Wat zou er gebeuren als je dat zou doen? Even los van het feit dat veel mensen natuurlijk meteen claimen, ja, wie is er zo gek om zich voor het hele leven van die mensen te committeren aan. Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk de vraag die ik nu even achter de hand hou. Wat moet dat kosten? Ja. Maar daar kunnen we misschien zo meteen op komen. Het grappige voor ons was door te bestuderen, wat zou er nou gebeuren als je dat zou doen? Hè? Dus als je inderdaad zou kunnen waarmaken om mensen voor de rest van hun leven zo'n cash transfer te geven. Nou, dat kunnen we niet bewijzen, want er zijn nog geen voorbeelden van. Maar we hebben door bestudering van allerlei soorten cash transfer programma's, kortere, maar ook langere. Hè, langere is dan meestal in de orde van 4, 5 jaar. Gezien dat er toch wel echt een toename van de effecten is naarmate een cash transfer programma langer doorloopt. En dat is ook logisch, want er zit een enorm psychologisch effect achter. Dus namelijk als jij weet dat je cash transfer doorloopt en dus ook niet stopt, dan ben je natuurlijk toch nog veel meer geneigd om te zeggen van, goh, ik durf het aan om wat risico te gaan nemen. Want ik weet dat ik zelfs over 10 jaar nog zo'n cash transfer heb. En ik weet ook dat als ik op mijn oude dag aan beland, dat ook dan nog een cash transfer aanwezig is. En ik dus altijd een potje heb om op terug te vallen. Ja. En dat psychologische effect is dermate groot dat onze verwachting is dat de effecten van die cash transfers exponentieel zullen zijn als je ze voor het leven aan kunt bieden. Ja, dus doordat je het langer dan 5 jaar doet, is het niet zo dat ze 5 jaar denken, nou, nu heb ik geld die ik kan bewaren voor de volgende 50 jaar, maar ze weten dat ze voor de rest van hun leven op dat geld kunnen rekenen, waardoor ze dus kunnen investeren en meer risico kunnen nemen. Ja, stel jij wil een tractor aanschaffen, ik zeg maar wat, als klein boertje. Mm-hmm. Ja, als jij voor 4 jaar een cash transfer hebt, dan denk je van ja, maar over 4 jaar, als die tractor kapot gaat, dan heb ik geen geld meer om die te repareren en dan heb ik toch een probleem. Dus laat ik dat risico maar niet nemen. Maar als jij weet dat je die cash transfer voor de rest van je leven hebt, dan denk je, oh, wacht even. Stel dat die tractor kapot gaat, heb ik tegen die tijd nog in ieder geval die cash transfer om de reparatie te kunnen betalen. Dus ik kan dat risico aan. En dan gaat hij het wel doen. Ja. En dan zal dat een aantal keer natuurlijk misgaan. Maar we weten natuurlijk ook dat mensen niet zomaar investeren. Denken daar goed over na. Dus de verwachting is, en dat is ook bewezen,
dat toch die investeringen die mensen doen met die cash transfers toch wel vaak heel succesvol zijn. Ja, inderdaad. Die kunnen we denk ik wel van de baan schuiven dat mensen alleen maar zouden uitgeven aan genotsvoorzieningen of genotsproducten of whatever. Mensen gaan over het algemeen wel extra geld uitgeven aan basisvoorzieningen of het verbeteren van een omgeving. Ja, dat is natuurlijk allemaal tot in den treuren uitgezocht. Je moet je voorstellen dat er honderden van dit soort cash transfer programma's zijn. Hè? Je hebt in Ethiopië een enorm cash transfer programma waar geloof ik ook 1 miljoen mensen mee bereikt worden. Nou, noem het maar op. Dus er is heel veel bekend. Die worden ontzettend goed geëvalueerd. Ook vooraanstaande economen die daar eigenlijk unaniem over zeggen ook van ja, dit is een zeer, zeer effectieve vorm van hulp. Mits goed uitgevoerd. Dat is wel altijd de opmerking. Het is heel moeilijk, of niet heel moeilijk, maar het moet gewoon wel heel erg goed uitgevoerd worden. En wat betekent het goed uitgevoerd? Dat mensen er niet mee kunnen gaan frauderen. Hè. Bijvoorbeeld ze proberen 2 keer op te geven voor zo'n cash transfer. Of als er iemand doodgaat, dat anderen dan toch die cash transfer blijven vangen. Je kunt voorstellen dat een lokale moneylender in een dorp zegt van joh, ik geef je een lening. En op het moment dat iemand die niet kan terugbetalen, dan zegt hij, nou dan moet je voor de rest van je leven die cash transfer maar aan mij geven. En er zijn allerlei vormen, en dan hebben we het nog niet eens over overheden die misschien proberen die cash transfer via hun bankrekeningen te laten lopen, enzovoort. En hoe moet je dat dan tegenhouden? Want als jij, je gaat een land toe en je zegt, ik ga alle inwoners een cash transfer geven, dan komt daar een bank en een overheid wel even kijken van... Of zij daar niet een graantje mee kunnen pikken misschien? Nou, in principe is het zo dat op dit moment zijn er technologieën, ook in ontwikkelingslanden met name al, die het overmaken van geld via de telefoon doen. Daar zit nog wel een soort van bankwezen. Er zit een bank wel tussen, maar die kan er niet bij. Dat is onmogelijk. Die systemen zijn ook vanuit de grote telefoonmaatschappijen opgezet. En die draaien daar ook al jaren, dus daar is voldoende ervaring mee om te kunnen garanderen dat daar niet mee gefraudeerd kan worden. En een systeem wat in opkomst is, dat is dus dat zelfs die bank daar helemaal niet meer tussen zit. En dat is met een soort bitcoin technologie, waarbij je met digitale munt gaat betalen, gewoon van telefoon naar telefoon. En dan zit er niks meer tussen. Wauw, cool. En dat zal dan ook wel blockchain technologie zijn, wat in principe niet te hacken is, tenzij je 51% of hoger volgens mij van de... Van het netwerk heb in handen. Ja. Dus waarschijnlijk wordt dat die technologie, maar de ontwikkelingen gaan zo razendsnel op dit gebied dat het moeilijk is te voorspellen. Het is nog, het kan eigenlijk nu al technisch gezien, zeg maar. Ja. We zouden dat nu kunnen uitrollen. Ja, nou, misschien als je dit zou uitrollen en je doet het groot, dan heb je natuurlijk ook heel veel geld voor de laatste ontwikkelingen die op dit gebied dan nodig zouden zijn. Dus dan zou je denk ik wel binnen 1 of 2 jaar klaar kunnen hebben. Ja, oké. Okay, dus ontwikkelingssamenwerking op basis van projecten, dat heeft het probleem dat het niet duurzaam is. In die zin dat een project op een gegeven moment ophoudt, van bovenaf oplegt wat andere mensen moeten doen. Terwijl ontwikkeling, bijvoorbeeld zo'n waterput, dat blijft doorgaan. En tweede, mensen weten zelf wel beter waar ze hun geld aan moeten uitgeven dan een projectleider die het uitgeeft. Het werkt, cash transfers werken, daar voorbeelden van, zoals familie Bolsonaro en dergelijke. En de technologie is zo ver gevorderd dat het niet fraudegevoelig is. Dus we kunnen het in principe inzetten. De vraag is dan nog, waarom? Waarom zou je al dat geld uitgeven om te zorgen dat een ontwikkelingsland exponentieel groeit? Is het niet genoeg om te zeggen, we gaan alleen maar zorgen dat het niet uitkomt op oorlog of dat mensen niet massaal sterven aan hongersnood en dergelijke? Waarom zouden we zo ver gaan in ontwikkelingssamenwerking? Nou, ten eerste, het grappige is dat het budget wat je ervoor nodig hebt, als stel dat je alle ontwikkelingshulpbudgetten van de EU-landen bij elkaar zou leggen, dan kun je in principe die cash transfer die wij voorstaan voor iedereen uitrollen in alle ontwikkelingslanden. Dus het is niet zo dat je meer moet gaan investeren. Misschien ietsje, misschien 10-15%. Maar je krijgt daarvoor terug dat je dus inderdaad armoede eigenlijk de wereld uithelpt. En het is ook niet zo dat je die mensen enorm rijk maakt. Het is voldoende, denken wij, om mensen boven die armoedegrens uit te liften, structureel, zolang je doorgaat met die cash transfer.
Maar de uiteindelijke grote groei die wij ook hebben doorgemaakt, ja, die moet vanuit andere krachten optreden. Daarvoor is die cash transfer niet sterk genoeg voor. Hmm. Maar wat het dus doet, is dat het mensen boven die armoedegrenzen uittilt. En hun helpt om dat zelf te doen eigenlijk, voor een groot deel. Maar er zijn nog een aantal andere effecten en die zijn ook direct voor ons van belang. Ten eerste zijn er een aantal studies die hebben aangetoond dat in de meeste omstandigheden, ik wil niet zeggen overal, maar in de meeste omstandigheden die cash transfers tot vrij grote effecten op het gebied van geboortebeperking leidt. Dus het aantal geboortes neemt enorm toe. En niet omdat wij dat willen, maar omdat de vrouw die die cash transfer krijgt, neemt af, bedoel je? Ja, ik bedoel, het neemt af. Dus ja. Er komen minder geboortes. Ja. Dat is omdat vrouwen zelf niet zoveel kinderen willen hebben überhaupt. Ze kunnen het zich ook iets beter veroorloven, omdat ze dus al een deel van hun oude dagvoorziening met zo'n cash transfer dan op orde hebben. Maar het is ook met name omdat vrouwen dan zelf mondiger worden binnen het gezin. Dus ze kunnen meer hun eigen wil ook naar hun man uiten. Ze hebben daar meer kracht voor. Dat heet empowerment, hè? Zoals we dat zeggen in de ontwikkelingshulp. En ook omdat die vrouwen vaak economisch actief gaan worden met die cash transfer. En dus ook geld genereren. En daardoor ook weer meer zeggenschap krijgen, maar ook weer meer zekerheden hebben. Mm-hmm. En dat leidt er dus toe dat vrouwen meer kunnen gaan beslissen over wat ze nou werkelijk willen in termen van aantal kinderen. Zeker als je dat combineert met begeleidende programma's die voorlichting geven over family planning. Toegang geven tot anticonceptie en ook de juiste begeleiding daarbij. Oké, dus omdat het geboortes gaat beperken. Dat is nog een grotere reden waarom we die cash transfer moeten gaan doen. Nou ja, ik vind zelf wel van wel, omdat met name in Afrika de voorspelling is dat tegen het eind van deze eeuw de Afrikaanse bevolking 4 keer zo groot is als nu. 4 keer, hè? Mm-hmm. Ik bedoel, er zitten nu 1 miljard ongeveer en dan zitten er 4 miljard. En je moet daar ook nog bij tellen dat er de klimaatverandering gaat waarschijnlijk het hardst toeslaan in de Sahelzone en net ten zuiden van de Sahelzone. De Sahelzone is de hoorn van Afrika, toch? Ja, het is in Afrika, het hele Sahelgebied, hè? Dus het noorden van Afrika, waar de woestijn is. Ja. En de randen daarvan, daar wonen honderden miljoenen mensen. En hele grote delen van die leefgebieden gaan onleefbaar worden. Daar wordt het letterlijk te warm en verdwijnt het water zodanig dat mensen daar echt niet meer kunnen overleven. En dat gaat optreden binnen nu en 30 jaar, is de verwachting. En dat zal minimaal 50 tot 100 miljoen mensen op drift gaan maken. Dus die gaan migreren. Een groot deel daarvan zal gaan migreren naar andere Afrikaanse landen. Maar in toenemende mate zal de druk ook oplopen van mensen die proberen naar Europa te komen. En wij vinden dat Europa zich daarop moet voorbereiden. En zeker als je dus ziet, op dit moment zijn er al heel veel mensen in Europa die zich zorgen maken over de migratie naar Europa toe. Hè, met name omdat ze bang zijn voor het verlies van de eigen culturele identiteit. Mm-hmm. En een aantal andere zaken. Hè. Dus bijvoorbeeld in Nederland geldt ook dat veel mensen Nederland gewoon al te overbevolkt vinden. Er is migranten, vluchtelingen die hebben een zware druk op de woningmarkt enzovoort. Dus er spelen een aantal aspecten mee. Maar wat met name ook van belang is dat wij geen structurele oplossing hebben van als er opeens weer hele grote groepen vluchtelingen binnen gaan komen, zoals we hebben gezien toen met de Syrische vluchtelingenproblematiek. Mm-hmm. Als dat vandaag opnieuw zou gebeuren, ik zeg maar wat vanuit een land als Jemen, hè, waar bijvoorbeeld veel oorlog is op dit moment, of bijvoorbeeld met die klimaatvluchtelingen, dan hebben we eigenlijk nog steeds niet een goede oplossing daarvoor, behalve dan dat we de mensen maar zo goed mogelijk hier moeten opvangen. Ja, even los van de culturele angst, want daar hebben we natuurlijk ook wel vaker gesprekken over gehad. En die culturele angst, die snap ik. Ik snap dat die bestaat. Maar los daarvan, ik weet niet of dat namelijk een reden kan zijn om een besluit te nemen over iets of niet. Maar los daarvan ook, grotere stromen van vluchtelingen zijn niet goed voor vluchtelingen. Even nadenken over immigratie. We moeten veel minder
de natuur daarvan van denk, dat we denken dat hoe meer we opvangen hoe humaner we zijn, hoe meer we opvangen, hoe meer vluchtelingenstromen ook op gaan stijgen, op gaan komen. En ja. Ik denk dat geen enkele vluchteling wil vluchten over het algemeen. Dus als we echt vluchtelingen willen helpen, dan zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk een situatie ontstaat waarin zij de noodzaak hebben om te vluchten. Dus die cash transfers die helpen daarbij. Daar zit nog een, wat mij betreft, nog een heel belangrijk ander aspect aan die vluchtelingenstromen. Dat is namelijk dat die komen hierheen, die worden hier opgevangen, krijgen een flatje, medische zorg, uitkering. Uiteindelijk kunnen ze misschien nog Nederlander worden ook nog. Terwijl het grootste deel van de vluchtelingen, ongeveer 90% van de vluchtelingen, migreert binnen de regio. Dus als we het over Afrika hebben, dan gaan ze van een land als Somalië bijvoorbeeld naar Oeganda toe of zo. Ja. Die 90% van die vluchtelingen, daar doen we veel minder voor. En die hebben eigenlijk onze hulp veel harder nodig. Want dat zijn de mensen die niet die $6,000 hadden, ja, die nodig is om hierheen te vluchten. Dat zijn de mensen die daar niet de energie of de moed of wat dan ook voor hebben. Dat zijn de zwakkeren. En die laten we zitten onder zeer erbarmelijke omstandigheden. Ja. Dus ons credo was, we hebben daar natuurlijk lang over nagedacht en ook veel studie op verricht, is van zorgen ervoor dat mensen in die regio met name goed opgevangen kunnen worden. En ga ook niet degene die zich toevallig aan onze poort melden een soort VIP-behandeling geven, gewoon puur en alleen omdat ze zich hier melden. Omdat dat geen logische reden is om die mensen voor te trekken ten opzichte van anderen. En van daaruit zijn wij erop gekomen dat het, maar dat is een politiek standpunt, dat ligt ook gevoelig, dat het goed is om vluchtelingen terug te sturen naar de regio, dan met name naar opvanglocaties in veilige landen, waarmee daarover tussen Nederland en dat land een overeenkomst is gesloten. En dan zodanig ervoor zorgen dat de opvanglocaties waar mensen opgevangen worden, niet alleen heel goed ingericht worden voor die vluchtelingen die wij terugsturen daarheen, ja, of daarheen sturen, maar met name voor alle vluchtelingen die daar zitten. Ja. Want dan doe je namelijk iets goeds voor iedereen. En we hebben het over een verhouding van om en nabij de 90% die daar zit. Dus waarom zou je 10% hier helpen, terwijl je 100% daar ter plekke goed kunt helpen? Ja, dat is een goed punt. Laten we die twee dingen scheiden van elkaar. Het humane opvang in de regio en het goede opvang in de regio van de meeste vluchtelingen. En het terugsturen van vluchtelingen die alsnog hierin komen. Dat zijn denk ik twee belangrijke onderdelen. Het humaan en goed opvangen van vluchtelingen in de regio, daar heeft denk ik niemand iets op tegen. Tenzij je iemand bent die vindt dat we minder ontwikkelingshulp moeten doen. Het terugsturen van mensen die hier aankloppen. Ik begrijp de logica ervan en ik denk dat ik ook in grote delen meega. Want een van de dingen die je wilt doen is namelijk die mensensmokkelindustrie beperken. Wat er namelijk gebeurt is. Die aanzuigende werking, die wil je doorbreken. Ja. Nee, wacht even. Zolang mensen hier terecht kunnen, doorbreek je dat niet. Ja, wacht heel even, inderdaad. Want die doorbreek je inderdaad niet. Want wat er ook veel gebeurt, is dat vluchtelingen namelijk gemanipuleerd worden en dergelijke door smokkelaars. Met grote beloftes van een grote. Van een paradijs waar ze in ieder geval in Europa aan kunnen komen. Niet wetende wat ze echt te wachten staat in Europa. Namelijk een enorme gevaarlijke boottocht waar heel veel mensen sterven. Steeds minder mensen die blij zijn met de mensen hier. Moet ik even wachten? Ja, mijn zoontje zat er een beetje doorheen te schreeuwen, maar ik probeer hem te muten, dus ga maar gewoon verder. Ja, steeds meer mensen die hier inderdaad niet blij zijn met de hoeveelheid vluchtelingen die hier komen. En een enorm lang bureaucratische asielprocedure waar je echt niet blij van wordt. Dus wat dat betreft ben ik het helemaal mee eens om dingen te doen aan die smokkelindustrie, of de zuigende werking van die smokkelindustrie, weg te halen. En een heel open en humaan migratiebeleid zorgt er namelijk voor dat die smokkelaars een betere propositie hebben. Dat is namelijk het Delftse dilemma waar je voor zit. En daarin begrijp ik de functie, en in zoverre ga ik erin mee, de functie van het terugsturen van vluchtelingen die hier aankomen. Vraag is alleen, kun je dat maken? Dat ben ik helemaal met je eens, want dat is natuurlijk een drama. Hè? Mensen zijn hier aangekomen.
En worden, weet ik wat, een paar weken later, zou ik dan zeggen, idealiter, zo snel mogelijk, op een vliegtuig teruggezet naar Afrika, ik zeg maar wat. Mm-hmm. Komen in Oeganda aan en komen daar in natuurlijk gewoon ja, veel minder florisante omstandigheden dan wat ze hier aantreffen. Maar je moet niet vergeten, denk ik, en dat is wel deels een aanname, maar ik denk dat het echt zo werkt. Dat hebben we ook in die Turkije-deal al wel gezien. Als mensen van tevoren weten dat als ze hier aankomen, ze linea recta weer teruggaan, ja, dan komen ze niet hierheen. Ja. Dat heeft dus een preventieve werking. Wat zal je krijgen? Dat is in onze verwachting. Sterk zo is dat, goed, in het begin zal je een aantal mensen hebben die we dan op het vliegtuig moeten zetten. Terug naar Oeganda, waar ze gewoon goed en veilig opgevangen worden. En dat zal best met de nodige commotie gaan en weet ik wat allemaal. Maar voordat je het weet, weet iedere vluchteling en migrant in heel de wereld van in Nederland word je teruggestuurd. Dus het heeft geen zin om daarheen te komen. Mm-hmm. Nou, dan kan je zeggen, ja, maar dat is niet eerlijk. Dan gaan ze naar andere Europese landen. Ja, wat onze verwachting is, dat stel dat dit succesvol is, dan gaan andere Europese landen dit natuurlijk ook doen. En krijg je op een gegeven moment dat het vanuit het hele continent dus gedaan wordt. En dat je structurele opvanglocaties in verschillende regio's hebt die ook goed ingericht worden. Mm-hmm. En dan is er dus geen reden meer voor, wat je net ook zegt, voor vluchtelingen om met enge bootjes op de Middellandse Zee te gaan dobberen. Of andere dingen en heel veel geld uit te gaan geven aan illegale smokkelaars. Ja. En dan gaan mensen gewoon, de mensen die het echt nodig hebben, want we weten ook dat er enorm veel mee gefraudeerd wordt met mensen die zich voordoen als vluchteling, maar het niet echt zijn of echt niet zijn. Maar de mensen waarvoor dat wel echt nodig is, die weten gewoon van, of die kunnen dan in de regio naar goede opvanglocaties migreren, worden daar goed opgevangen. En op het moment dat ze weer terug kunnen op een veilige manier, worden ze ook actief en goed geholpen om niet alleen om terug te gaan, maar ook om weer te settelen in hun eigen land. En hoe worden ze daarmee geholpen om te gaan settelen met die cash transfers? Ja, die cash transfers onder andere, maar ook doordat je natuurlijk met allerlei hulporganisaties, bijvoorbeeld in Oeganda zitten, je zal het niet geloven, maar er zitten heel veel Rwandezen in opvangkampen. Die in principe best terug kunnen. Dat klopt niet zo hoor. Nou ja, maar Rwanda is een land wat op dit moment stabiel is. Dus die kunnen, en veilig ook. Dus die kunnen terug. Maar ze willen niet. Daar zijn verschillende redenen voor. Ik denk dat er ook wel angst is. Hè, omdat er dus intern in die dorpen vaak nog veel haat en nijd is en zo. Maar als die mensen goed begeleid worden. Bijvoorbeeld door een Nederlandse hulporganisatie in Rwanda. Die taak heeft gekregen van de Nederlandse overheid. Ja. En die mensen dus zeker weten van. Joh, ik kom aan dadelijk in Rwanda. Dan kan ik of naar mijn eigen dorp terug. Of naar een ander gebied. Waarbij ik het eerste jaar of de eerste twee jaar. In ieder geval ook naast de cash transfer nog voldoende hulp krijg. Om mijn huisje weer op te bouwen. Om mijn kinderen weer naar school te sturen. Zodanig dat ik er weer lekker in zit. En echt mijn eigen leven kan leiden. Ja. Ja, dan wordt het echt mogelijk. En dat onderdeel wordt ontzettend veel vergeten op dit moment. En dat is ook waarom het zo moeilijk is voor vluchtelingen. Om zelfs als het mogelijk is. Om weer terug te keren. Dat geldt met name dadelijk ook. En nu nog niet. Maar dadelijk als het wat stabieler wordt in Syrië. Ja. En dan, ja, wat hebben Syriërs om naar terug te keren? Kapotgeschoten huizen, infrastructuur die er niet meer is, niks functioneert. Ja, als ik Syriër was, zou ik dat ook niet willen. Ja, maar als ik weet dat ik een hele goede begeleiding krijg om echt mijn huis daar weer op te bouwen, de school wordt weer opgebouwd, alle infrastructuur die nodig is om gewoon een goed leven te leiden ter plekke, daar wordt weer hulp bij geboden en komt weer op gang. Nou ja, dan wordt die drempel wel een stuk lager in ieder geval. Ja, er is natuurlijk ook iets aan het feit dat we eigenlijk laat ik even één vraag stellen. Hoe zie je asiel in dit geheel? Het aanvragen van asiel? In Nederland bedoel je? Ja, stel je voor dit plan wordt doorgevoerd. We vangen alleen mensen in de regio op. Ik denk dat het plan trouwens alleen maar kan werken als heel Europa meedoet. Ik denk niet dat je dat als Nederland kan doen. Want dan heb je het probleem namelijk niet opgelost. Namelijk die smokkelindustrie en die aanzuigende werking van Europa blijft nog steeds. Nee, dat klopt. Maar in onze optiek is het dat Nederland daarin een voorbeeld kan zijn. Nee, begrijp. En dat zou dan gevolgd kunnen worden. Maar als het alleen in Nederland is en blijft, dan heeft het netto gezien voor de migratiestromen weinig effect. Ja. Wat doe je met asielaanvragen? Kunnen mensen nog asiel aanvragen Ja, natuurlijk. Mensen kunnen asiel aanvragen, maar je kunt nu wel heel andere voorwaarden gaan scheppen rondom dat asiel. Dus asiel in Nederland. Ja.
En want je kunt dan zeggen van, nou ja, mensen hebben al asiel, namelijk in het land waar ze opgevangen worden. Ja. Dus een asielaanvraag in Nederland is niet meer nodig, in principe. Daar zijn natuurlijk uitzonderingen op. Mm. Dus je kunt je voorstellen, kinderen die echt nergens terecht kunnen, ook in zo'n opvanglocatie niet, of andere schrijnende gevallen. Dat, tuurlijk. Het is niet iets dat je dat helemaal afkapt. Het is alleen dat je het wel verder beperkt. Ja. Het heeft natuurlijk ook iets dat wij, door de manier waarop onze migratie- en asielbeleid ingesteld is, kunnen mensen in principe niet anders dan heel ver weg te gaan om veiligheid te zoeken. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn moeder heel graag terug zou gaan, misschien nu wat minder, maar ik denk nog steeds heel, heel graag terug zou gaan naar Koeristan. Maar door de afstand die er nu is en de geworteldheid die wij hier hebben en ik en mijn zusje hier hebben bijvoorbeeld, is dat voor haar veel moeilijker. Terwijl als we de situatie zouden hebben zoals jij beschrijft, het veel makkelijker voor haar terug was geweest om terug te gaan. Daarentegen, ik ben wel heel blij dat ik niet terug ga naar Koeristan. Dus het is natuurlijk de voor's en tegens, natuurlijk. Ja. Maar ik begrijp wat je probeert te schetsen, namelijk. Het is helemaal niet goed voor. Het is niet altijd humaan om mensen te blijven opvangen in je land. Het kan soms zijn dat het beter is als je dat op een andere manier inregelt, zoals humane kampen, waarbij je dan ook niet alleen maar de 10% opvangt die het kan halen naar jouw land, maar de 90% die het echt nodig hebben. Ja, en wat ook heel belangrijk is, je stipt het eigenlijk al aan, kijk, als een gezin met kinderen met name hier 10 jaar zit en die kinderen zijn hier naar school geweest, ja, dan kan je het natuurlijk niet meer maken om die mensen terug te gaan sturen. Mm. En die kinderen zijn hier geworteld en die worden helemaal gek als ze terugkomen in dat land, want ze kennen dat land niet. Ja. En dan gaan ze terug van een hoog niveau naar een laag niveau. Ja. Dat is iets heel anders. Maar als je mensen opvangt in een locatie die vergelijkbaar is met wat ze normaal thuis hebben, en ze gaan van daaruit, hebben ze de mogelijkheid om terug te gaan naar hun eigen land, dan is die drempel veel lager en zijn mensen ook veel meer bereid om terug te gaan. Kijk maar naar de Syriërs in Libanon. Hè? Die gaan zeer waarschijnlijk, als het dadelijk nog weer iets stabieler is, gaan daarvan de meesten weer terug. Terwijl de Syriërs die hier zitten, daarvan is net een onderzoek geweest. Dat ik geloof, het overgrote deel wil graag hier blijven. Ja. En logisch, want ze hebben het hier gewoon qua welvaart en weet ik wat allemaal veel beter dan wat ze zullen kunnen hebben in hun eigen land. Ja. En met veel meer zekerheden. Ja. Ik wil even naar een vraagstuk, want waar we het nu over hadden is immigratie als een uitdaging. En natuurlijk brengt immigratie uitdagingen met zich mee en dingen waar je voor moet oppassen. Maar tegelijkertijd is immigratie ook iets wat je niet gaat tegenhouden. In die zin dat ook met dit plan blijft immigratie bestaan, want we hebben het nu over vluchtelingenmigratie. Maar een grootste deel van de migratie is natuurlijk zijn arbeiders, zijn kenniswerkers, zijn studenten en dergelijke. Dus migratie heeft ook een kant die ons heel veel geeft. En de vraag is, hoe gaan wij een structureel immigratiebeleid hebben die past bij de toekomst en die ervoor zorgt dat we de kans die immigratie geeft goed kunnen benutten. Ik vind dat eigenlijk een van de meest interessante onderdelen van het hele migratievraagstuk. Want als je het over migratie hebt, kom je eigenlijk heel automatisch op wat willen we met Nederland in de toekomst. Willen wij heel veel Europese migranten hierheen blijven trekken, die dan uiteindelijk ook voor een groot deel in Nederland blijven. En ook veel Indiërs bijvoorbeeld, die IT-kennis komen leveren enzovoort. Ja, of willen we dat niet? En dat is een vraag die we zullen moeten beantwoorden. Er zijn heel veel maatregelen die je kan treffen om die stromen ook af te remmen, als je dat zou willen. Maar ik denk dat daaraan inherent verbonden moet zijn, is wat willen wij eigenlijk nou met Nederland? Mm-hmm. En die vraag stellen we ons helemaal niet. Ik denk dat nodig is. Willen wij een soort Singapore-achtige stadstaat worden met een super booming economie, waarbij we maar continu kennismigranten en andere arbeidskrachten uit andere landen gaan trekken hierheen?
Of willen wij een hoogwaardige kenniseconomie hebben, maar die toch voornamelijk runt op de mensen die hier zijn, zeg maar. Mm-hmm. En dat zijn verschillende uitgangspunten en daar zouden we eigenlijk een maatschappelijke discussie over moeten hebben. Ja. Maar als je er bijvoorbeeld voor zou kiezen dat je dat tweede, hè, wat ik ben daar zelf ook voorstander van, wel een hoogwaardige economie, maar dan met iets meer rust in de ketel, om het zo maar te zeggen. En waarom? Dus niet met een continue. Omdat die grote stromen, die brengen continu beweging in je maatschappij. Dus mensen hebben geen. De veranderingen, als die te snel gaan, worden mensen daar niet gelukkig van, denk mm-hmm. ik. En ook niet de mensen, de allochtonen die hier al zijn, hè, die zijn daar ook niet bij gebaat. Maar dat is een mening van mijn kant. Ik denk dat veel Nederlanders die mening delen. Maar dat weet ik niet zeker. Dus daarvoor zou je echt dat debat moeten hebben. Met ik denk wel dat je daar gelijk in hebt. En met Nederlanders zou ik bedoelen zowel witte Nederlanders als niet witte Nederlanders. Er zijn ook genoeg allochtonen die liever rust in de keten willen. Zoals je maar de vraag is even, ja? Waarom gaat het bij Singapore wel goed? Nou, nee, ik zeg Singapore-achtige stad. Hè, want Singapore, ik weet niet hoeveel immigranten zij hebben. Maar het is een beetje dat idee, hè, van een vrij hele hoge, dichte bevolking met veel flats. En, maar zeer hoogwaardige industrie en een florisante economie enzovoort. Ik denk dat het kan. En we hebben dat deels ook al. Hè, delen van Amsterdam en zo, waar je dat wel hebt. In Amsterdam moet ik. De andere kant van de medaille is wel ook dat je daar dus enclaves hebt. Hè? Dus met groepen mensen uit één cultuur die bij elkaar gaan hokken. Waardoor je stammenvorming krijgt in Nederland. En dat is een ingrediënt voor spanning in de toekomst ook. Ja. En ik ben eerder bang dat het die kant op zal gaan. Dat je die enclaves krijgt. En met name ook met laagwaardige. Nee, dat is niet goed uitgedrukt, sorry. Ik bedoel mensen die laagwaardige kennis hebben. Mm-hmm. Dat die. Daar heb je als maatschappij niet zoveel aan. En hoogwaardige kennis kun je ook wel naar je land toe halen op tijdelijke basis. Ja. Dat mensen gewoon 2-3 jaar hier mogen zijn, maar dan ook weer terug. Laat ik je nog één gevaarlijke vraag stellen. Heeft iemand, omdat hij in Nederland geboren is, meer recht op het land dan iemand die hier niet geboren is? Omdat, de reden dat ik je vraag stel is, je zegt, we hebben niet zoveel aan laagwaardige kennis. En dat is denk ik misschien waar. Maar betekent dat dan dat een immigrant met hoogwaardige kennis meer waardevol is voor Nederland dan een Nederlander in Nederland geboren met laagwaardige kennis? Ja, absoluut. Economisch gezien wel. Hè? Ja. Maar wat voor mij van belang is, is dat mensen die in dit land wonen, dat die zich happy voelen. Mm. En ik denk, ben ik natuurlijk niet alleen, dat als de veranderingen te snel gaan, dat mensen in toenemende mate zich niet happy voelen meer in eigen land. En dat is ook helemaal niet iets van ons. Mm. Ik werk in Afrika en ik heb in heel veel vluchtelingenomstandigheden in allerlei landen gewerkt. En je ziet dat eigenlijk overal bij de lokale bevolkingen. Dat als de instroom van mensen van buitenaf groot is, dan creëert dat heel veel onrust en angst. En mensen gaan zich daar dan ook tegen verzetten. En dat zie je eigenlijk zonder uitzondering overal datzelfde patroon optreden. En ik denk dat we met Nederland naar een situatie moeten dat we niet bang zijn voor migranten en influx van mensen, maar dat het niet te hard moet gaan. Dus dat we goede structuren moeten hebben waarbij we die instroom kunnen reguleren. Dat we kunnen zeggen, dit zijn het soort mensen die we nodig hebben en ook willen hebben. Waarbij we ook van de mensen die echt hulp nodig hebben en niet elders terecht kunnen, ook barmhartig moeten zijn door ze hier toe te laten. Maar alleen maar diegenen die dat ook echt nodig hebben. En tegelijkertijd dus proberen structureel oplossingen in de regio te creëren, waarbij de grote stromen van migranten in hun eigen regio kunnen verblijven, met alle voordelen van dien. Omdat dan iedereen goed opgevangen kunnen worden en mensen ook weer terug kunnen gaan naar hun land en ook willen gaan als het weer kan. En mijn enige grote zorg is van als met de klimaatverandering en de bevolkingstoename en weet ik wat, en de oorlogen die daarmee gepaard gaan enzovoort, de druk zodanig groot gaat worden in Afrika dat ook die regionale opvang niet goed meer kan functioneren, dan is het eindeloos. En daar maak ik me heel erg bezorgd over, zeg maar. Ja, want wat zou kunnen gebeuren als die regionale opvang niet werkt?
Nou ja, dan gaan mensen dus massaal naar de landen proberen te komen waar ze hopen beter te kunnen overleven. Hè? Dat is Europa en de Verenigde Staten, misschien in de toekomst China ook en dergelijke. Ja, ja en dan zijn wij als rijkere landen degene geweest die het meeste bijgedragen hebben aan klimaatverandering. Terwijl de andere landen daar de meeste problemen van ervaren. Ja, en dan op dit moment is natuurlijk die bevolkingstoename in Afrika, dat is echt een enorm zorgpunt. Ja. Het gekke is dat je er dus via die cash transfers, maar ook met begeleidende programma's, eigenlijk best wel zonder al te veel kosten al heel wat aan kunt doen. En dat inzicht vind ik ook zo ontzettend interessant. Hè? Dus van als we nou met z'n allen realistisch kijken wat er gebeurt en wat we kunnen doen, dan zijn er best wel mogelijkheden. Maar we moeten wel de koppen in dezelfde richting zetten. En ook wel besluiten durven nemen. Bijvoorbeeld om dus die aanzuigende werking te doorbreken. Het is geen fijn besluit, dat ben ik helemaal met je eens. Maar op dit moment zie ik eigenlijk geen ander effectief middel wat datzelfde kan bereiken en tot een eerlijke oplossing kan leiden. Ja, en die oplossing die jij noemt heeft drie ingrediënten, namelijk de onvoorwaardelijke levenslange cash transfer, het betere opvang in de regio, gepaard met het niet opnemen van vluchtelingen die aan je voordeur komen kloppen. Ja, dat is zo. En daarbij komt dus dat je dan wel overeenkomsten moet zien te sluiten met landen in de regio die dat dus willen accepteren. En dat kan alleen als je met die landen gaat nadenken over ook de vluchtelingenstromen die zij in de toekomst te verwerken krijgen. Ook al los van de vluchtelingen die wij zouden sturen naar hun. Ja. En dat we daar ook bij gaan helpen om dat dus veel beter te gaan managen. Want de vluchtelingen die vanuit ons komen zijn dus maar een klein deel van de vluchtelingen die zij te verstouwen krijgen. Land als Oeganda wordt onder de voet gelopen op het ogenblik door vluchtelingen. Die hebben meer dan 1 miljoen vluchtelingen in de afgelopen 2 jaar binnengekregen. En die hebben daar heel veel hulp bij nodig. Dus die paar vluchtelingen die wij terugsturen, daar gaat het die landen niet om. Zij moeten die enorme stroom zien te managen die ze sowieso te verwerken krijgen. Ja, ja. En als we ze daarbij kunnen helpen, dan pakken we die stroom in ieder geval zo goed en zo kwaad als het gaat, gezamenlijk en integraal aan. Dus in die zin hoop ik ook dat landen daarvoor open kunnen staan. Maar daarvoor zijn natuurlijk goede onderhandelingen nodig. En is ook het bouwen van een visie nodig met elkaar. Ja. Op gelijkwaardige basis met die landen. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Als ik een beetje hier ook over nadenk en ik luister naar wat de uitdagingen zijn. Bekruipt me ook het gevoel dat het... Een dubbele gevoel. Want ten eerste willen we, zijn we aan het kijken naar wat kunnen we op basis van de natiestaat doen om te zorgen dat het hier beter gaat. Door te kijken naar wat we internationaal... Natie met een T, hoop ik. Ja, natie met een T. Je moest het zo blijven. Door te kijken naar wat zijn de internationale globale uitdagingen en hoe kun je die aanpakken. Dus... Ja. Net als met klimaatverandering lijkt er een beetje op dat nationale oplossingen het niet gaan het niet gaan doen. We moeten op de een of andere manier een globale coördinatie of organisatie hebben. Willen we zorgen dat migratie goed gereguleerd wordt. Want dit gaat niet alleen maar om het wel of niet willen opvangen van vluchtelingen. Het gaat erom dat er vluchtelingen zijn. Of je het nou bent of verkeerd. En hoe je ervan kan zorgen dat die mensen dat een win-win situatie kunnen creëren. Dat is volgens mij ook een term die jij gebruikt. Win-win situatie kunnen creëren die voor iedereen een betere situatie creëert. Wat je ziet de afgelopen 50 jaar. Iedere keer als er grotere vluchtelingenstromen waren over de aardbol. Moesten alsmaar ad hoc oplossingen gezocht worden. Om dat op te vangen en weet ik wat. En het is kijk, die migratiestromen gaan alleen maar toenemen. Dus het is... logischer als je daarvoor echt goede structurele infrastructuur gaat opzetten. En ook qua wetgeving, internationale verdragen, echt een veel, veel meer solide basis gaat aanleggen om dat goed te kunnen doen. Want anders gaan we chaos krijgen in de toekomst. En daar ben ik echt heel erg bang voor. Want als ik zie de tegenstand die er is tegen ideeën om die migratie echt op een goede en eerlijke manier aan te gaan pakken. Ben ik echt bang dat we dat niet gaan redden. En wat je net ook zei, ja, klimaat, dat houdt niet op bij de grenzen. Ik bedoel, en dat is met migratie natuurlijk ook zo. Dat zijn eigenlijk twee heel erg interessante onderwerpen, omdat ze gewoon zo ontzettend onze grenzen overgaan en zo internationaal zijn.
dat we daar natuurlijk uiteindelijk iets met een wereldregering aan moeten doen. Alleen wat wij hebben gedaan is gezocht naar oplossingen die we vanuit Nederland kunnen doen. Waarbij je als voorloper, maar uiteindelijk zul je natuurlijk veel verdergaande dingen moeten aan doen. Maar ik denk wel dat die cash transfers en die oplossingen voor, zoals wij voorstaan met die migratie, dat zijn tools die wel kunnen bijdragen aan het aanpakken van de problematiek die we nu hebben. En alvast een deel van de basis kunnen leggen die dadelijk nodig is om echt nog veel verder structureel de problematiek wereldwijd aan te kunnen pakken. Ja, stel je voor, we zouden die cash transfer gaan doen. Hoeveel gaat het kosten? Cash transfer voor Afrika hebben we doorgerekend zou rond 70 miljard per jaar kosten. Dus dan moet je denken, dat is iets meer dan 10% van het Nederlandse nationale budget. Maar als je dat op bijvoorbeeld het Europese budget berekent, is dat een zeer, zeer klein deel. Mm. En dan heb je nog, als je daar begeleidende programma's bij doet. Hè, ik had het daarnet al over die family planning, anticonceptie. Maar ook bijvoorbeeld begeleiden van lokale bedrijven om die toenemende lokale markt te gaan bedienen. Dus een aantal van dat soort dingen, dan zou je misschien rond de 100 miljard per jaar komen. Maar dan heb je dat hele continent te pakken. Hè? Ja. Maar dan heb je wel een groot probleem namelijk, want dan heb je bedrijven, NGO's zoals Oxfam, Novib en dergelijke, die niet blij met je gaan zijn, want het grootste deel van hun werk valt dan weg. Ja, dat is deels zo. Mijn verwachting is, er zijn twee dingen. Die begeleidende programma's, daar zit heel veel werk in. Dat moet in samenwerking natuurlijk met de bestaande programma's die ook al vanuit overheden daar gerund worden, maar die kunnen versterkt worden. Daar kunnen NGO's een ontzettend mooie rol en krachtige rol in vervullen. Dus ik denk dat er voor veel NGO's een hele mooie nieuwe rol gecreëerd gaat worden. Mm-hmm. En ook heel veel dus kansen, zeg maar. Maar misschien dat in totale omvang de budgetten voor de NGO's wel wat zal afnemen. Ja. Dat zou kunnen. Ja, ja. Ja, maar ik denk meer dat de budgetten voor bilaterale hulp zullen afnemen. Wat bedoel je daarmee? Bilaterale hulp is van regering naar regering. Dus vanuit de Nederlandse regering bijvoorbeeld naar de regering van Oeganda, ik zeg maar wat. Ja. En ook dat kan natuurlijk lastig zijn, want die overheden zijn soms corrupt, maar die gebruiken ook vaak dat geld wel voor belangrijke dingen in het land. Ja. Dat kan consequenties hebben. En het levert een ander voordeel op, namelijk dat er een betere economische incentive is, of in ieder geval een nieuwe markt ontstaat in Afrika voor Europese bedrijven om daar iets te gaan doen. Dat is buitenkijf. Ik heb hierover ook, want wij hebben geprobeerd dus hier zelf pilots mee te draaien, totdat we erachter kwamen dat dat niet meer nodig was, omdat er al zoveel cash-transfer-programma's waren. Maar we hebben destijds daar bijvoorbeeld met Philips contact over gehad, hè, die dus veel met medische apparatuur en dergelijke zitten, ook voor ontwikkelingslanden. Ja. Dus gezegd van, willen jullie daar niet in een paar pilots meedraaien? Dan kun je dus zien in hoeverre die mensen die koopkracht ook gaan aanwenden voor medische zorg. Ja. Ja, wat voor hen natuurlijk een heel interessant gegeven zou kunnen zijn. Dus natuurlijk zitten ontzettend veel kansen voor het bedrijfsleven in. Ja, interessant. 70 miljard, wat is nu het budget voor ontwikkelingssamenwerking? Nou, het is vergelijkbaar met wat er alle Europese landen samen aan ontwikkelingshulp geven. Ja. Dat gaat 100 per jaar natuurlijk een beetje afhankelijk van de economie ook. Ja, ja, ja. Ja, ik in ieder geval van de cash transfers ben ik volgens mij 100% overtuigd. Volgens mij zijn er weinig spellen tussen te prikken. Waarom gebeurt het nog niet? Nou ja, ik denk dat er een paar redenen zijn. Ten eerste staan wij dan die cash transfers for life voor. Hè, omdat we dan denken dat je dan echt de echte krachtige effecten nog veel meer gaat zien. Welke financier wil zich nou voor dat soort periodes, hè, dus minimaal het leven van één persoon, dus zeg 60 jaar vastleggen op financiering daarvan. Ik word ook heel vaak uitgelachen, hè, door mensen. Ik zeg, ja, jongen, er zit helemaal geen exit strategy, hè, moet er dan bij zitten. En ik zeg, hier zit geen exit strategy in. En mijn argumentatie is dan altijd van, ja, kijk, de wereld gaat echt een nieuwe fase in mijn optiek. Hè. We hebben zoveel problemen die op ons afkomen. En die problemen zijn ook zoveel groter eigenlijk dan wat we gehad hebben. Dat de inzichten groeiende zijn dat we nieuwe benaderingen nodig hebben, nieuwe tools. En dat begint in toenemende mate, denk ik en hoop ik, ook bij grote financiers en partijen als de VN, de Europese Unie, de Wereldbank, door te dringen.
Op het moment dat bewustzijn voldoende is toegenomen, kan het zijn dat men dus inderdaad gaat zeggen van wacht even, die cash transfers zijn een dermate krachtige tool. Als je die voor live aanbiedt, dat we dat toch moeten gaan doen. Mm-hmm. Dus mensen kunnen daar heel hard om lachen nu. Van, dat is niet realistisch en weet ik wat allemaal. En dreamer, hè, idealist, dat weet ik veel. Maar wat wij natuurlijk hopen is dat de nood eigenlijk, of nou hopen wat we denken, is dat de nood zo hoog wordt dat in de wereld, dat men toch naastig op zoek gaat naar tools zoals cash transfers voor live. Dat men zegt, ja, dit zijn toch eigenlijk een van de weinige middelen die echt nog iets kunnen betekenen in deze context. Ja, interessant. En even kijken, we gaan een nieuwe fase in de wereld, zeg je. Bedoel je dat dan op het gebied van de klimaatverandering en grotere migratiestromen? Of bedoel je het nog? Maar dan aan de andere kant ook wel die enorme technologische ontwikkeling, hè, de IT-technologie. Dus je ziet allerlei verschillende krachten. En wat daar uiteindelijk de uitkomst van is moeilijk te voorspellen natuurlijk. Het enige wat mij opvalt is dat alles steeds sneller en groter gaat. Mm. En dat beangstigt me, want het kan steeds sneller en groter goed gaan, maar het kan dus ook steeds sneller en groter fout gaan. Mm-hmm. Ja, je ziet het ook in oorlogen, hè? Die vaak met de wapentuigen, wat er steeds nieuwe dingen, dat de destructie van oorlogen, ja. De destructiekracht van oorlogen neemt enorm toe ook. Ja, ja. En dat kan misschien ook weer afnemen doordat ze met die drones en dan weer effectievere aanvallen kunnen uitvoeren, dat kan ook weer. Dus het is ontzettend moeilijk om te voorspellen waar dat naartoe gaat. Maar ik ben daar zeer ongerust over. Ja, en je denkt dat we met cash transfers bijvoorbeeld daar weerstand tegen kunnen bieden, doordat er minder oorlogen zullen ontstaan? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik denk niet dat cash transfers daar krachtig genoeg voor zijn. Ik denk wel dat cash transfers er kunnen toe bijdragen dat gewoon mensen uit die armoede gaan komen. Ja. En bij dat de bevolkingstoename wat afgeremd wordt. Ja. Dat, ik denk dat die tool zal uiteindelijk niet voldoende zijn. Maar laten we daar nou gewoon eens mee beginnen. Ja. En eens kijken hoe dat gaat. En dan kunnen we altijd verder kijken, hopelijk. Ja. Wat we nog meer kunnen doen. Ja, je hebt nog een ander probleem natuurlijk. Want, denk ik me net. Want, wacht even. Ja. Want je wil natuurlijk namelijk met die cash transfers wil je eigenlijk mensen meer vrijheid geven, maar dat betekent dat ze ook vrijer zijn van hun eigen regering, ook vrijer zijn van de hulp die nodig is van een NGO, en ook vrijer zijn van een oprukkende China die een groot deel van Afrika eigenlijk wil innemen voor zichzelf. Dus zelfs al overtuigen we Europese overheden om hiervoor te gaan, hebben we nog altijd een aantal grote spelers die denk ik niet voor zullen zijn. Nou, daar maak ik me niet zo druk over. Ik denk Afrikaanse overheden zullen dit omhelzen als je zegt van take it or leave it. Ja. Heel simpel. En dan zullen ze proberen naar hun volk het zo te laten overkomen dat zij degene zijn die het binnen hebben gehaald. Nou ja, goed, die credits kunnen ze dan eventueel binnenhalen, hoewel dat eigenlijk niet de bedoeling is natuurlijk. China zal daar verder, ja, als ze er aan meedoen is het helemaal goed, maar als ze er niet aan meedoen kunnen ze het ook niet tegenhouden, lijkt me. Mm-hmm. Waar het met name om draait is gewoon kunnen we grote spelers zover krijgen om echt een fonds in te gaan stellen waaruit dit betaald kan worden. Ja. Ik denk dat is eigenlijk de enige echte vraag. En grote spelers zijn de overheden. Ja, maar het kan ook de OPEC zijn bijvoorbeeld, of de Wereldbank, noem het maar op. Waarschijnlijk gezamenlijk. Ja. Misschien Facebook, weet ik veel. Je kan het zo gek niet bedenken. Maar je hebt wel solide partijen nodig die het ook kunnen waarmaken om zich voor die lange termijn te kunnen committeren aan zoiets. Ja, interessant. Ja, het zou wel gekke werk zijn als Facebook of Google een cash transfer fonds voor het leven gaan inroepen. Ja, ik hoorde net dat Facebook een waarde heeft van, nee, Facebook of Apple? Nee, Apple, van een biljoen euro of zoiets. Ja, dus dat is letterlijk een procent of zo. Dat even, hoor. Ja. Ja, sorry. Ja, dat zou wel echt gekke werk zijn als inderdaad die commerciële bedrijven zich gaan toeleggen om levenslang die cash transfers te doen. Nee, dat verwacht ik ook niet. Ja, maar met een biljoen inderdaad, dan is 10 miljard of 70 miljard heel weinig. Ja,
Maar ik denk ook bijvoorbeeld een OPEC, hoewel die natuurlijk nu met terug, waarschijnlijk in de toekomst met teruglopende olieomzetten zullen te maken krijgen, als we gaan omschakelen naar duurzame energievormen, hopelijk. Maar als je kijkt wat daar aan geld in omgaat, daar zit natuurlijk bijvoorbeeld een redenering van, ja, die olie zit toevallig bij jullie, onder jullie oppervlak in de grond. Maar het is eigenlijk een wereldasset. Ja. Dus waarom kunnen we niet een klein deeltje daarvan ten goede laten komen aan iedereen? In plaats van wie toe te laten vloeien. En zou je het niet ook kunnen herframen niet als ontwikkelingshulp, maar als, ik weet het niet, een soort van het creëren van een nieuwe markt of als een investering? Ik vind het allemaal best. Als het maar gebeurt. En maken zoals ze het willen. Als die cash transfer for life er maar komt. Ja. Nee, dat is allemaal prima. En dan mogen allemaal slimme marketingmensen zich overbuigen. Dat vind ik allemaal geweldig. Ja. Hey. Ga maar zwaaien. Ik denk dat je gevraagd wordt om... Mijn zoontje die vraagt even wat aan. Ja, ja. Ik denk dat we ook wel de meeste gehad hebben. Tenminste, is er nog iets belangrijks dat jij wilt noemen? Ten eerste hebben wij recentelijk bestudeerd de juridische aspecten hiervan. Van mag je überhaupt mensen wel terugsturen naar een regio? Mm-hmm. En het rare is dat ik van allerlei mensen te horen krijg dat dat juridisch niet kan. Mm-hmm. En ik heb nou toch een flink aantal verdragen en wetten omtrent dit onderwerp doorgelezen. En ik kom er alleen maar toe dat het dus wel kan. En het verschil zit hem in dat je mag vluchtelingen niet terugsturen naar een land waar ze niet veilig zijn. Maar er staat nergens dat je ze niet terug mag sturen naar een land waar ze wel veilig zijn. Mm-hmm. En dat staat zelfs in de Vreemdelingenwet 2000 van Nederland, staat letterlijk dat mensen dus gestuurd kunnen worden naar een gebied waar ze veilig zijn. Oké, dus dat zou in zo'n in opvangkamp die ook door bijvoorbeeld Nederland of Europa geleid wordt, zouden ze veilig zijn. Dus dan zou het volgens die verdragen... Ja, maar ook een land als Oeganda bijvoorbeeld is gewoon een veilig land. Ja. Daar is niks mis mee. En dat is ook andere vluchtelingen zitten er ook. Dus waarom zouden vluchtelingen die toevallig hier aankomen daar niet naartoe gebracht mogen worden? Ja. Maar juridisch gezien, want dat was dus natuurlijk... Ja, kijk, als internationale verdragen dat verbieden, ja, dan moet je weer een enorme weg gaan afleggen om daar dan weer iets aan te doen. Maar zover ik het nu kan zien, mag het dus wel. Maar ik ben geen juridisch expert. Dus ik durf daar nog niet echt mijn hand voor in het vuur te steken. Maar ik kan nog niet vinden tot nu toe dat het niet zou mogen. En het tweede aspect is dat er een plan is van de Europese Unie. Het is een voorstel wat door de Europese Commissie is uitgevoerd, moet nog goedgekeurd worden. En dat voorziet erin dat we nog steeds vluchtelingen dan zouden gaan verspreiden over Europa, maar de landen die dat niet willen, dan financieel zouden moeten gaan bijdragen aan de opvang van die vluchtelingen. Naast het verbeteren van de asielprocedures in alle landen en die op elkaar afstemmen, zodat dat asielshoppen, zoals ze dat noemen. Dus iemand die hier uitgeprocedeerd is, gaat het vervolgens in Duitsland proberen, daarna in België en daarna in Italië, ik zeg maar wat. Dat niet meer kan. Nou, dat laatste deel, dat voorkomen van het asielshoppen, is natuurlijk heel goed. Mm-hmm. Dat moeten we absoluut doen. Die procedures op elkaar gaan afstemmen en ook meer stroomlijnen. Maar dat verspreiden van vluchtelingen over Europa, ik geloof niet dat dat gaat lukken. We hebben dat in de afgelopen jaren ook gezien, hè, dat er veel tegenstand tegen was. En bovendien krijg je dan dus dat een aantal landen daar niet aan mee zal doen, maar daar wel voor gaat betalen. Maar dat dus de landen die dan wel meedoen, dus te maken krijgen met grotere hoeveelheden vluchtelingen die ze moeten opvangen. Terwijl in die landen ook al veel tegenstand is daartegen. Ja. Dus acceptatie daarvan, die is heel fragiel en brokkelt ook sterk af en zal daardoor dan waarschijnlijk nog sterker afbrokkelen. En zeker als ook nog eens een keer die vluchtelingenstromen gaan toenemen in de toekomst. En dus ik vind dat een slecht plan. En ik denk ook niet dat het succesvol zal zijn. Ja. Ja, ik denk ook inderdaad het afbetalen ervan lijkt me ook geen goed idee. Want dan heb je in principe, over het herverdelen van die vluchtelingenstromen, je pakt nog steeds niks bij de kern aan. Je bent nog steeds eigenlijk aan het kijken naar je eigen grens. Je doet niks voor die 90% vluchtelingen, ja, die
ja. in de regio zitten. Ja, je doet niks voor die 90%. Als het binnen je grenzen gebeurt, is het een probleem. En daarbuiten is het geen probleem meer. Ja, ja, maar dat is natuurlijk dat hele rare. Van iemand die toevallig Europa binnenkomt. Daar hebben we allemaal de hele boeken vol van verdragen. En weet ik wat, welke rechten ze allemaal niet hebben. Ja. Maar de mensen die we daarbuiten weten te houden, daar hebben we totaal geen verplichtingen tegenover. ik kan daar gewoon niet bij. Sorry, ja, ik vind het zo ontzettend inconsequent. En dat noemen we dan humaan. Ja, dat noemen we dan humaan. He, van, je kan het niet maken om een vluchteling hier, weet ik wat, maar iemand die in Libanon in een tentje zit, die zoekt het maar uit. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Of niet eigenlijk, daar komt het gewoon op neer. Daar komt het gewoon op neer, ja. 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 En ik heb daar heel veel, dat vind ik gewoon zo moeilijk om daar dat überhaupt te zien. En dat komt natuurlijk ook omdat ik zelf heel veel in vluchtelingenkampen gewerkt heb. Ik had het laatst nog naar iemand anders gezegd van dat Moira camp in Griekenland, daar maken we ons met z'n allen zo druk over die kindertjes die daar zitten. Maar niemand bekommert zich om al die duizenden kampen in ontwikkelingslanden waar net zoveel kindertjes, maar onder veel erbarmelijke omstandigheden zitten. Ja. Dus hoe inconsequent kun je zijn? Ja. Ja, ja. Nou, goed. Ik hoor het al aan mijn stem. Ik word er emotioneel van. Ja, ik denk dat we... Ja, dit was een goed gesprek. Ik denk dat je een goede visie hebt op wat er moet veranderen. Om de problemen bij de kern aan te pakken. En consequent te zijn. Niet alleen binnen onze eigen grenzen, maar ook daarbuiten. Dankjewel. Ik zou zeggen, stuur dit verhaal, deze podcast op naar alle politieke partijen. Wie weet. We gaan zien wat er gebeurt inderdaad. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, man. Fijn dat je me wilde horen. En ik hoop dat de opname dit keer gelukt is. Ik denk dat het wel goed gelukt is. Ja, is goed. Yo. Hey. Super. Hey, bedankt. Fijne avond. Bye.